In het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is een aan het werk van Kees van Dongen gewijde overzichtstentoonstelling geopend door dokter Hulsker, directeur-generaal voor culturele zaken. Van Dongens dochter was aanwezig, evenals zijn broer. Ziekte verhinderde de bijna 91-jarige schilder om er zelf te zijn, zoals 30 jaar geleden toen hij een tentoonstelling in ons land als volgt opende. U wilt iets van mij horen, maar mijn stem is heel slecht op het ogenblik. Ik heb zoveel Hollandse koffie gedronken dat ik er een whisky stem van gekregen heb. Dus moet u zeg maar, hoe heet dat, contenteren met de schilderijen die veel beter spreken dan ik zelf doe. Het werk van Van Dongen spreekt inderdaad voor zichzelf. Grote naam maakte hij als schilder van het moderne Parijs. Uit 1936 dateert dit portret van de beroemde actrice Arletty, zoals zij in dat jaar in een revue optrad. Van Dongen vond een voortdurende inspiratie in het leven van het theater en het circus. Van de zanger Modjesco maakte hij reeds in 1908 dit portret. Omstreeks die tijd begon hij in Parijs enige bekendheid te krijgen. Interessant zijn deze feestgangers. Deauville werd na Parijs de atmosfeer die Van Dongen het meest inspireerde. Hij schilderde er tal van aquarellen. Als schilder van vrouwen maakte Van Dongen zoveel furoren dat men hem vooral als zodanig kende. Deze tentoonstelling laat echter de verscheidenheid van zijn werk en de lijn van de ontwikkeling in zijn uitbundige schildertrant overduidelijk zien. Een van de hoogtepunten is ook hier de Comtesse de Noailles, een schilderij van ongelooflijke allure. Na een maskerade schilderde Van Dongen zichzelf als Neptunus, typerend voor zijn leven en zijn werk.